grote flacon? Ja. Dat was een aanbieding. Nee, maar ook. Ik heb er nog drie. Nou, lekker, ja. Want dan is het herfst. Je kan nog lelijk verbranden. Ja, zo gespannen. Hebben jullie het al gehoord van de Schaaf? Meneer van de Schaaf? Ja, van de Schaaf werd aangesproken op straat door een jongeman. En die vroeg of hij een euro kon wisselen voor 2 muntjes van 50 cent voor een winkelwagentje. Maar ik knul reuzelig hulpzaam en hield die portemonnee wel even vast. Thuisgekomen bleek van de Schaaf 1 euro gewisseld te hebben voor 2 briefjes van 20 en 50. Oh, ja. Dat is een jongeman met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Marokkaan dus. Ja, dat mag je niet meer zeggen. Allochtoon. Nee, dat mag ook niet meer. Je moet zeggen, licht getinte jongeman. Wat? Het was ook op nieuws. Was het op nieuws? Wat? Nou, dan weten ze toch wie het is. Nee. Godverdamme, wat stinkt dat spul zeg. Wat? Nou, die zonnecrème. Ik ruik niks. Ik wil... Eens hier. Dat zie je wel. Over de datum. Ja, ik rook het al meteen. Oh, is het nou bedorven? Ja, en niet zo'n beetje ook. Augustus 2009. Maar, jij weet wel wat je weggeeft, hè? Oh, nou, sorry hoor, maar dat wist ik niet. Het is toch niet gevaarlijk, hè? Nou, misschien krijgen we nou wel kaar. Kaar? Huidkaar. Huidkaar?